Hey kijkers van GamePodXL, welkom bij weer een nieuwe video en dit is het Minecraft project, of zeg maar de Minecraft Challenge. En ik heb dit zeg maar een beetje verzonnen met Alex en ik heb net start natuurlijk gezegd in de chat. Ik zal het eventjes gaan uitleggen wat dit is. Nou ja, de Minecraft Challenge, dit is een challenge om elkaar uit te dagen in een PvP battle zeg maar. En wat de bedoeling is, je gaat allebei zoveel mogelijk survivalen. En het ging net fout, dus ik heb er nog een crafting table staan. Je moet elkaar zeg maar uitdagen om te survivalen. En met dat survivalen bereik je straks natuurlijk allemaal stuff. En die stuff die komt in de chesten te staan, die je daar had. En in die chesten komt de stuff die je meeneemt naar een PvP battle die hierna plaats gaat vinden. En degene die die PvP battle wint, die daagt de ander uit om een challenge te doen. Dus zeg maar... om een bak water over zich heen te gooien. En dat komt aan het eind van deze video, komt dat gelijk. Of om bijvoorbeeld 25 seconden deo in je smoot te spuiten. Iron grak zou best vet zijn als we iron hebben om het te verslaan. Maar dat wordt moeilijk waarschijnlijk. Dus we zullen gewoon proberen zo iets meer te krijgen. Ik weet niet wat we kunnen krijgen nog allemaal. We zullen zien. Waarschijnlijk alleen maar stone, maar jammer dan geen iron. We hebben al iron. Nou, dat is chill. Dan gaan we nu eerst een... pickaxe maken, een stone pickaxe, moeten we hier naar boven eerst raken. Dan hebben we al iron jongens en moeten we furnace hebben en kunnen maken. Iron sword moet fucking chill zijn en 5 minuten te maken. Als dat lukt wordt dat fucking vet. Oké, maken we deze furnace. Nou, ik ga nu natuurlijk snel stone verzamelen. Bij die PvP battle krijg je als cadeau al een iron armor setje, dus dat hoef je niet te minen. Maar ik moet natuurlijk wel snel zijn, want als ik iron kan vinden kan ik nog een iron zwaard maken. En dat zal natuurlijk wel super handig zijn. Dus eventjes kijken. Als dat hier niet zit, dat zou echt kut zijn. Genoeg. Lekker. Oh, nice. We hebben best wel veel. Om voor de eerste keer dat we kunnen zoeken al. Oké, is dit alles? Ik weet niet, is dit alles? Ik weet niet, we zullen zien. Is dit nog? 8. Blijf het bij 8? Nee, 9, 10. Oh, lekker jongens, we hebben veel. 12, 13. Oh. Ik wilde natuurlijk winnen van Alex, anders moet ik straks twee bakken water over mezelf heen gaan gooien. Oké. Hier snel naar beneden. Even kijken. Hopelijk zit hier dan wat kool. Of in ieder geval wat iron. En het wordt donker, dus ik zet eventjes snel mijn shaders uit. Even kijken. Ik ben benieuwd wat Alex ook gaat verzamelen. Misschien gaat hij alleen maar voor het stone. Maar als hij straks bijvoorbeeld al een iron setje hebt, dan moet ik het echt om mijn PvP skills gaan doen. En dit is trouwens in het server van Mission YouTube. Dus niet dat je denkt van, waar is dit in? Nou, dit is dus een Mission YouTube. Maar iron, hopelijk zit het hier alsjeblieft. Please. We hebben fucking nice stuff hier. Oké, hoeveel minuten zou het al bezig zijn? Ik weet het niet, we zien wel bij Gio's aflevering. En ik weet ook niet wat hij heeft nu. Dus dat wordt lastig. Het is maar 5 minuten jongens. Oké, sword kunnen we al maken. Is vet. Dan hebben we al swords. Is fucking chill. Ik hoop dat Gio niet zit te spieken, want dat is niet eerlijk. Oh, schaap jongen. Schaap, ga weg. Doei. Oké, misschien is het dom om met dat te slaan. Maar eten gaan we niet hebben, denk ik. Nou, dat is niet erg. Nu gaan we denk ik eerst gewoon hier blijven staan en wachten. En kijken of... die. Oké. En dan gaan we weer verder. Want hier zit geen iron, volgens mij. Tenminste, ik kan het niet vinden. Misschien zit het daar trouwens ergens terug. Ik ga weer even snel shaders aanzetten. Rude place, hoppakee. Staan erboven, Gio. Staan erboven. Oké, nou, deze kan ik gebruiken trouwens. Oh, ja, daar, een pik. Pik. Hoe heet het? Een varken. Oké. En dan maak ik even snel furnace. Want dan hebben we ook eten natuurlijk voor als we dadelijk straks zonder eten te zitten. Komen te zitten. Verbranden met hout. Kan dat? Ja, dat kan. Oké, mooi. Nou, een schaap hebben we niet nodig. Even kijken. Zit hier wat? Misschien dat het hier namelijk aan de oppervlakte zit ofzo. Of dat Alex hier ergens bezig is. Ik moet trouwens niet vergeten straks om binnen de tijd... Oh, het is nog een halve minuut jongens. Het is nog een halve minuut. Oké, dan moet ik het op het stone gaan doen. Give it to me. Give it to me, bro. Yeah. Oké, dat is 3. Oké, nog 1. Kom op. Vlug, jongen. Vlug. Lekker. Nog dit. Ja, hebben we. Lekker. We hebben nog boots ook. Oh, nice. Ik weet niet wat Gio heeft, dus we zullen zien. Ik heb boots. Oké, hoeveel... halen. Oké, stop maar, Alex. Stop. Oké.
Kom maar naar de chesten. Oké, shit. Dus nu moeten we naar de chesten. Oké, nou. Alex is hier dus. Gelijk in de call nu natuurlijk ook. En nou, Alex, wat voor stuff heb jij? Ik heb een stone sword. Een stone axe. Ik neem één porkchop mee. Jij gaat zo aan het verliezen, jongen. Wat heb jij? Ik neem iron helmet, iron boots, iron sword en mijn stone pickaxe, jongen. Oh, je weet dat je trouwens al een, hoe heet het, een iron setje krijgt, hè? Vanaf begin. Oh, fuck you. Shit. Oh, maar jij hebt een iron sword. Een sword, yeah. Iron sword. Oké, shit. Ja. Nou, wij gaan dus nu naar de battle, dus wij zien jullie zo weer. Oké, we zijn hier bij de battle en Alex staat er aan de andere kant. Ik kan hem nog niet zien. Nou ja, zoals je ziet, ik heb mijn iron setje. Ik heb hier mijn stone sword en mijn stone axe en mijn porkchop. En Alex waarschijnlijk zijn eigen spulletjes, toch Alex? Ja. Oké, dus wij gaan nu vechten. Dus Alex, laten we maar gaan. Ik ga aftellen. 3, 2, 1, go. Oké. Oké, dit wordt de betekenis. Waar ben jij? Ja, ik moet nog naar je toe komen, wacht. Ah. Ik ben een beetje rondgelopen in de arena. Oh ja, dit is trouwens de oude arena van Eros natuurlijk. Die zullen jullie vast nog wel herkennen van iets. Maar ik weet niet waar Alex nu is. Ik moet dit tactisch gaan spelen. Ja, ik ben op komst. Oké, waar ben je dan? Ik was aan rondlopen. Oh, je stond nog niet op zijn plek? Jawel, ik stond wel op mijn plek, maar ik dacht van, ja, ik ga een beetje rond gaan lopen, dus. Ja, snap je? Oké, ik ben er nu. Jongen! Oh shit! Niet zo Rianco muziek, jongen. Oh my god, ik ga verliezen. Ik ga dit hard verliezen. Nee! Weg! Oh my god! Ik heb het gewonnen met mijn stone sword! Ik heb het gewonnen! Oh, nou, in ieder geval, Alex mag nu zijn challenge gaan doen. Dus jullie zien straks de challenge. En tot zo. Tot zo. Oké, nou, we zijn bij de challenge aangekomen. En je ziet het al, hij zit er helemaal doorheen. Hij vindt het niet leuk. Alex, wat is je reactie dat je verloren hebt? Nou, in ieder geval, Alex gaat nu 25 seconden deel in zijn smooth spijten. Dus, ik ga de timer erbij pakken. Dus, stop opnieuw. Want ik had net natuurlijk de timer op 5 minuten. Dus, ik tel af voor jou, Alex. Oké. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, go! Ah. 6 seconden. Doorspuiten. Ah. Hij begint helemaal te lekken. 20 seconden. Oh, ja. Ah. Ja, stop maar, stop maar. Lekker mooi, joh. Oh. Had je de challenge maar niet moeten verliezen? Oh. Oh. Kan die het nog handelen? Hey, hoe gaat het, jongen? Years later. Wat jongen! Nou Alex, wat heb je erop te zeggen, jongen? Niks. Nou, in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken natuurlijk naar deze challenge. Willen jullie dat ik vaak eens een soort van challenge, de Minecraft challenge dus doe? Het is helemaal zelf verzonnen. Laat het dan achter in de comments. En ja, Alex is half verbrand, oud ijskoude tong of zo. Ja. Dus, nou ja, in ieder geval, later.